Paradressuurbondscoach Joyce Huitink maakte na het NK in Hoofddorp haar selectie voor de wereldruiterspelen bekend. Nicole den Dulk start alleen individueel met Wallis. In de landenwedstrijd starten Frank Hosmar met Alphaville, Sanne Voets met Vedette, Demi Vermeulen met Van Es en Rabo-talententeamlid Rikst van der Horst met Uniek. Voor Rikst is de selectie bijzonder. Ja, ik ben er echt op deze plaats heel blij mee natuurlijk. Maar het is de eerste keer dat ik naar een kampioenschap word uitgezonden. Dus het is heel spannend. Was het een verrassing voor je dat Joyce je geselecteerd heeft? Nou, ik had op zich wel heel constant gepresteerd over de drie observatiewedstrijden. Dus daar was ik al heel blij mee. Maar het is altijd nog maar afwachten van wat voor afwijkingen het bondscoach maakt. Ze hebben het hele seizoen heel constant gepresteerd op internationale wedstrijden. Veel hoge prestaties weten neer te zetten met eerste, tweede, derde plekken. Ook goede scores. En ook tegen sterke tegenstanders die de afgelopen jaren op internationale kampioenschappen bovenaan stonden. Of in ieder geval in de medailles. En we gaan proberen om daar dit jaar weer tussendoor te vissen. Om het zo maar te zeggen dat we ook wat mee kunnen nemen naar huis. Het wordt de eerste keer. Maar ga je er toch al wel naartoe met hoge ambities? Ja, we gaan in eerste plaats voor een teammedaille, maar individueel heb ik ook heel veel kansen, dus daar gaan we gewoon voor. Ja, maar dan kun je nou tevreden zijn, want ik denk niet dat die Olympische gedachte bij jullie opgaat, hè? Meedoen is belangrijker dan winnen. Zeker niet, nee. Parasport is gewoon topsport en het is gewoon keihard en we gaan voor één plek en dat is gewoon, ik wou bijna zeggen de eerste plek, natuurlijk gaan we daarvoor. Maar mijn toernooi zou geslaagd zijn als we een medaille halen in de landenwedstrijd. En als we toch minstens wel een aantal ruiters zo goed kunnen laten presteren in de individuele wedstrijd en in de kuur, dat we daar ook medailles kunnen halen. Wat verwacht je ervan daar? Ik verwacht wel een groot spektakel eigenlijk, omdat het gewoon een heel groot evenement is. En voor de rest laat ik het op me afkomen. Wanneer kun je nou tevreden zijn? Ik ben eigenlijk nooit tevreden. Maar... we gaan gewoon genieten en ons best doen en meer kunnen we niet doen. De Wereldruiterspelen zijn van 24 augustus tot 7 september.